Ja, dan ben je gewoon met een paar honderd man. En die noemen zich dan allemaal kunstenaar of artiest. Beeldend kunstenaar, schrijvers, fotografen, weet ik veel. Allemaal dat soort types. En ze zijn dan ook nog eens een keertje familie van de afdeling Deugneuzen. En die besluiten dan met elkaar om dan zo'n open brief te schrijven aan die Joost Klein. Het is die jongen die mee gaat doen aan het Songfestival namens Nederland. Met Europa, pa, Europa, pa, dat is het dan. Dan denk ik, wat is dat nou? Ongelooflijk flauw. En wat is dat kinderachtig. En eigenlijk word ik er een klein beetje misselijk van. Van dat gezanik. Maar ook om die jongen verantwoordelijk te houden voor het feit dat Israël dan meedoet aan het Eurovisie Songfestival. En daarom mag hij dan, volgens hun, zou hij dan het moeten boycotten. Nou zeg. Die jongen die wil alleen maar meedoen. En die wil lekker songfestivalen. Ja, die is jong nog, 26 weet ik veel. Nou ja, die krijgt de kans van zijn leven. En dan komen er een paar van die deugneuzen komen vertellen van, nee, daar moet je niet heen gaan. Natuurlijk moet die jongen daar naartoe gaan. Ja, als Nederland niet wil gaan, dan moet de regering dat beslissen. Ja. Of dan moeten Italië en Frankrijk en Duitsland en al die grote landen en Engeland, die moeten dan zeggen, we doen niet mee. Dan kom je ergens als je dat dan per se wil. Maar niet aan zo'n jongetje gaan vragen met Europa, pa, of die niet mee wil doen. Natuurlijk wil die jongen meedoen. Kans van zijn leven. En trouwens jullie, zogenaamde artiesten, En kunstenaars, ja. Had dan gelijk een cheque erbij gedaan voor die jongen. Van 1 miljoen of 1,5 of 2 miljoen. Voor gemiste inkomsten. Want stellen, die jongen is een succes daar. Bij dat Songfestival. En die kans is heel erg groot. Dat het een groot succes wordt. En dan. Ja, al die inkomsten die hij misloopt. Hey, maken jullie even over? Nee, en trouwens nog even wat. Stel je voor dat dit zich had afgespeeld in de voetballerij. Want het is binnen dezelfde club, hè? Binnen de artistieke familie. Stel dat de voetballers van de Eredivisie hadden gezegd in een open brief aan de spelers van het Nederlands elftal, jullie moeten niet naar de WK. Nou, hoe hard hadden we dan niet gelachen? En iedereen. Ja, en dat is dit ook. Het is gewoon heel, heel erg om te lachen ook. Ja, jullie artiesten en kunstenaars. Jullie maken je volkomen belachelijk.